Ik verzoek iedereen die kan staan om te gaan staan voor een moment stilte. Dank u wel. Lieve Jan, mijn allereerste woorden zijn voor jou. Dit was niet de bedoeling, dat we hier nu samen zijn om afscheid te nemen van jou. Ik wil jou groeten namens ons allen hier in deze ruimte. Want jij, lieve Jan, hebt een bijzondere plaats in de harten van heel veel mensen. En zo blijf jij een stukje voor ons leven. Wij zullen je blijven herinneren, maar ook over jou blijven praten. En wij gaan, nee, wij kunnen jou nooit vergeten. En eigenlijk kunnen wij niet geloven dat jij er niet meer bent. Want iemand zal toch wel naar jou omzien, zoals jij in het leven naar heel veel mensen hebt omgezien. Welkom, lieve familie van Jan. Welkom Evi en Jes, en ik noem ook Jip. Welkom Roel en Inge. Welkom Lode. Welkom Daan en Roos. Welkom lieve Simone. Welkom lieve broers en zussen, Anne, Harry, Yvonne en Marcel. Welkom aan u allen, ook al heb ik u niet bij naam genoemd. Welkom aan de mensen die meekijken via livestream. Welkom bij de afscheidsdienst van Jan van Es. Mijn naam is Aziza Aboulkasem en ik mag deze dienst begeleiden namens de familie van Jan. Ik hoop dat dit samen zijn jullie kracht en troost zullen bieden in deze zeer zware moeilijke tijd. En ik wens jullie er allemaal heel veel sterkte bij en jullie in het bijzonder. In mijn werk als woorddienstbegeleider mag ik families bijstaan. De overledenen ken ik dan niet persoonlijk. Helaas is dat vandaag anders. Normaliter zit ik hier in deze raadzaal samen met mijn collega raadsleden, burgerraadsleden, college van BMW, de gemeentesecretaris, de ambtenaren van de gemeente Tilburg. Een raad van 45 leden en Jan was een van ons. Hier in deze ruimte voeren we het debat en zijn we het eens of oneens met elkaar. We verschillen van mening met elkaar. Maar vandaag niet. Vandaag durf ik te stellen dat we unaniem eens zijn dat we met het verlies van Jan een uniek en mooi mens zijn verloren. En namens al deze mensen die ik net noemde en iedereen die hier aanwezig is in de raadzaal, in de commissiekamer en de mensen die meekijken via livestream, gecondoleerd lieve familie, gecondoleerd Tilburg. Vandaag is dit de plek waar we voor de allerlaatste keer met hem samen kunnen zijn. Want na deze dienst zullen wij voorgoed moeten loslaten. Zijn familie zal hem morgen in besloten kring begraven op de natuurbegraafplaats De Hoevens in Alphen. Wij gaan Jan in onze hart begraven, door hem te eren en te herinneren. Want vandaag staan we stil bij zijn rijke levensverhaal, al duurde deze helaas maar 64 jaar. Want in die tijd heeft hij vele levens aangeraakt en harten verlicht. Lieve Jan, als je nu zou zien hoeveel mensen hier voor jou zijn, ik denk dat je sprakeloos zou zijn. Jan zijn leven begon op dinsdag 4 augustus 1959 in het gezin van Es. En wie beter dan zijn zus Anne van Es kan ons meenemen in het eerste deel van zijn leven. Wij waren een typisch dorpsgezin in de grote stad. Ons pa kwam uit Oorschot en ons moeder uit Middelbeers. De familie uit Oorschot was een serieuze, diepgelovige familie die erg actief was in de gemeenschap. Ons pa had door de oorlog zijn school niet afgemaakt en na zijn dienstplicht had hij er ook geen zin meer in. Hij hield van uitgaan, dansen, plezier maken. Hij had veel verschillende baantjes en hielp zijn moeder in de kruidenierswinkel. Hij was een buitenbeentje in zijn gezin.
Als wij wel eens bij hen op bezoek waren, dan moesten we ons aan hun regels houden, zoals een hand geven, met mes en vork eten en niet zomaar wat roepen. Ons pa deed dan altijd expres iets wat de anderen deed verzuchten. Harry van Es, gedraag je. Wij vonden dat stiekem heel leuk en spannend. Ons moeder kwam ook uit een grote familie met 7 kinderen. Ze kon erg goed leren, maar moest na de lagere school thuis blijven en haar moeder helpen. Als er iemand in het dorp hulp nodig had, werd zij naar dat gezin gestuurd. Het was een heel klein dorp waar iedereen elkaar kende. De deur stond er altijd open en iedereen was er welkom. Wij kwamen graag in Middelbeers, waar we in alle vrijheid konden spelen en waar iedereen wist wie we waren. Na 7 jaar verkering wilden onze ouders trouwen. In verband met zijn werk was het logisch dat ze in Tilburg zouden gaan wonen. En in de Oudzoonstraat begon in 1955 ons gezin. Er kwamen kippen in de tuin, aardappels, een volière. En wij kregen op woensdagmiddag een overal aan, zodat we ons vies konden maken zoveel als we wilden. Ons moeder hield niet zo van het huishouden en kon goed luisteren. En al vrij snel werd ons huis, net als dat van haar moeder, een plek waar iedereen binnenviel. Onze ouders waren sociale mensen, gewend om anderen te helpen. Zeiden nooit nee als er een beroep op hen gedaan werd en konden met iedereen overweg. Ze lieten ons onze gang gaan, we konden spelen met wie we wilden, waar we wilden, mochten iedereen mee naar huis nemen, konden worden wat we wilden, ze stelden nauwelijks eisen. Op 4 augustus 1959, om 6:30 in de ochtend, werd onze Jan thuis geboren. De derde in ons gezin en er zouden nog 3 kinderen volgen. Diezelfde middag werd hij gedoopt door ome chef. Dankzij hem kreeg hij maar liefst 5 doopnamen. Johannes, Josephus, Vincentius, Dominicus, Maria. En een peettante, tante Johanna, waar wij altijd een beetje jaloers om waren. Zij verwende hem met grote cadeaus en veel aandacht. Onze Jan was een zachtaardige, lieve jongen. Hij maakte nooit ruzie. Ik kan me niet herinneren dat ik hem ooit echt boos heb gezien. Hij had van kleins af aan altijd vriendjes en vriendinnetjes. En tijdens de lagere school zat hij bij de Welpen, waar zijn peettante erg trots op was. Zij is 40 jaar Akela geweest. Hij zat bij de harmonie, hij speelde trombone. Bij het kerkkoor, waar hij regelmatig solo mocht zingen. En hij heeft ook nog heel even op voetbal gezeten, maar daar was hij niet zo goed in. Hij ging naar het Paulus Lyceum, maar haalde het eerste jaar 9 onvoldoendes en moest toen naar de MAVO. Hij vond dat geen enkel probleem en had de tijd van zijn leven. De school was makkelijk en hij kon al zijn tijd besteden aan zijn vrienden, het jongerenkoor en allerlei andere activiteiten. Omdat de MAVO bij ons om de hoek was, bracht hij de halve klas mee naar huis als er een tussenuur was. Ons moeder vond dat heel gezellig en zijn vrienden ook. Het huis zat door hem heel vaak bomvol. En dit was zo typerend voor hem. Onze Jan was nooit alleen. Hij wilde overal bij zijn, hij hield van muziek, van gezelligheid, van vrienden om hem heen. Hij kende iedereen en iedereen kende hem. En net als onze ouders zei hij nooit nee als iemand hem om hulp vroeg. Het maakte niet uit wie of wat. Je moest hem alleen niet vragen om iets met zijn handen te doen. Hij was echt onhandig, maar wilde dat niet toegeven. Toen Evi verhuisde en haar tafel niet door de deur kon, zagen de Jan de poten eraf en wilde die met spijkers weer later aan de tafel vastmaken. En zelf een terras aanleggen, dat kon hij ook. Jammer dat het water de verkeerde kant instroomde. Na de MAVO en de HAVO ging hij naar de PABO en zijn eerste baan was godsdienstleraar op de eerste LTS aan de Spoorlaan. Hij was meteen een van de populairste leraren. Door zijn zachtaardig karakter voelden de jongens zich op hun gemak. Hij zag hen echt en liet hen in de waarde. Volgens mij heeft hij nooit 1 conflict gehad met zijn leerlingen, terwijl het niet de makkelijkste groep was. We hebben allemaal iets met het buitenland. Vroeger zaten we met elkaar gebogen over atlassen en hielden quizzen met elkaar over de hoofdsteden, rivieren en landen. We hadden geen geld en geen auto om op vakantie naar het buitenland te gaan, maar we reisden zo over de hele wereld. 1 beeld staat me nog goed bij. Ik denk dat Jan 1 jaar of 8 was. We waren in de Utrecht en zagen een grenspaal van België. En Jan sprong over een sloot, stak zijn arm in de lucht en juichte: ik ben in het buitenland. En die fascinatie met het buitenland zorgde ook voor een open, nieuwsgierige houding naar iedereen die uit een ander land kwam.
Zo vielen op de ISK heel veel dingen voor Jan samen. De achtergronden van al die verschillende leerlingen, hun verhalen, de talen die ze spraken. Hij leerde Turks, Spaans of Bosnisch. Hij gaf ze een thuisgevoel, een ontspannen plek waar ze zichzelf konden zijn bij iemand die echt in ze geïnteresseerd was en die hen hielp waar hij kon. Er valt nog zoveel om over hem te vertellen. Hij heeft zoveel verschillende dingen gedaan. Voor ons was hij een lieve, warme broer waar je altijd op kon rekenen. Die soms wel te veel fantaseerde, oh, daar heb je onze Jan weer. Die altijd te laat kwam, die optimistisch en vrolijk was en waar je altijd welkom was. En die er altijd van uitging dat het goed kwam. Hij leeft in onze herinneringen voort en in zijn drie kinderen, die dankzij hem en Marion uitgegroeid zijn tot prachtige, warme, liefdevolle mensen. Dag, lieve, lieve Jan. Llego a puerto, voy para Mayarí.
Dankjewel, lieve Anne, dat je ons mee hebt genomen in het eerste stukje van het leven van Jan. Jan wordt later in zijn leven vader. Een trotse vader. In 3 prachtige kinderen waarin hij voortleeft. Lieve Evi, Roel en Daan, mag ik u naar voren vragen? Lieve pap, laatst vroeg je mij of ik gelukkig was. Volmondig antwoordde ik ja en we hadden een mooi gesprek over het leven. Jij vertelde mij dat jij ook gelukkig was, ondanks die ellendige rotziekte. Vandaag, amper 2 weken later, sta ik hier. Hier op de plek waar jij je zo thuis voelde, waar je zoveel tijd doorbracht, geïnspireerd werd en anderen inspireerde. Je was hier als een vis in het water, op elk podium trouwens. In tegenstelling tot jou voel ik me niet zo op mijn gemak om hier te spreken voor deze groep mensen. Of op een podium te staan. Maar vandaag ga ik mijn best doen. Jij was een vader die met ons meespeelde. Die handstand deed op de rand van het zwembad en coach was van mijn hockeyteam. En dan heel hard strafschop riep als we een corner kregen. Dat speelse ben je gelukkig nooit verloren. Ik vond jou de allerslimste vader, want jij kende alle hoofdsteden van de wereld uit je hoofd en deed net alsof je alle talen sprak. Je danste vroeger altijd super verschut en zo danste je eigenlijk nog steeds, maar nu genoot ik ervan. Sommige periodes was het zoeken hoe we ons contact konden vormgeven. Zeker in de tijd rondom en na de scheiding van mama. Jij ging ergens anders wonen en ik was een zoekende puber die sowieso los wilde komen van haar ouders. Ik leek qua persoonlijkheid meer op mama en snapte niet altijd dat jij anders in elkaar stak. Jij was veel bezig met jouw werk en de politiek, projecten en mensen die ik niet kende. En jouw interesses interesseerden mij op die leeftijd niet echt en ik miste je thuis. Naarmate ik ouder werd, ging ik steeds beter begrijpen en waarderen wie jij was, wie ik zelf was en wat ons verbond. Waarin we juist op elkaar leken en waar we elkaar konden vinden. We zijn allebei slordig. We komen altijd te laat en houden van lange avonden en minder van vroege ochtenden. We voelen ons het lekkerst met zoveel mogelijk mensen om ons heen en de muziek aan. We delen de liefde voor carnaval en voor eten en drinken. Vroeger gingen we speciaal voor het toetjesbuffet naar etenstijd. En later liever naar cafés en terrasjes voor een drankje. Altijd als ik langs de Pierhaven of Kim's Kroeg fietste, keek ik of jij er zat. En heel vaak was dat ook zo. Hoe gek zal het zijn als ik nu kijk en je niet meer zie zitten. Bijna 2 jaar geleden kreeg je er een nieuwe rol bij. Die van opa Jan. Wat was je trots en wat stond deze rol je goed. Eerst kwam Jip en daarna volgde Lode. En net voordat je ziek werd mocht ik je vertellen dat er een 3de kleinkind onderweg is. Mijn hart breekt als ik eraan denk dat je maar zo kort van het opa zijn hebt mogen genieten... En onze zoon die op komst is nooit gaat ontmoeten. Lieve pap, 2 weken geleden vroeg je mij of ik gelukkig was. Ja pap, dat ben ik en dat heb ik van jou geleerd. Houden van wat er is, dromen over wat er nog mag komen. Genieten van wat de dag brengt en het leven vieren met de mensen om me heen. Ik hoop dat ik het allemaal mee mag geven aan Jip en aan de kleine man in mijn buik. Al zal ik de komende tijd mijn best moeten doen om dit geluk te zien. Want ik weet even niet hoe dat moet, nu ik jou moet missen. Maar ik beloof je dat het me gaat lukken. Dat ik altijd van je zal blijven houden. En dat ik de warme herinneringen aan jou levend zal houden voor mezelf, jouw kleinkinderen en iedereen die jou lief heeft. Dag lieve pap. Lieve papa, toen je ging, zei ik dat ik je zo erg ging missen. En een moment later was het al zover.
Om jou plotseling niet meer hier te hebben, doet zo ontzettend veel pijn. En het is zo oneerlijk. Als iemand het niet verdiende om al zo vroeg te moeten gaan, dan ben jij het wel. Ook al denk ik niet dat er ooit een tijd was gekomen wanneer je wel klaar was om te gaan. Je hebt zo erg genoten van alle mooie dingen in het leven. En wat ben ik trots op jou. Het is fantastisch om te zien hoe jij een echte verbinder bent. En hoeveel mensen je hebt geholpen, geïnspireerd of geraakt hebt. Des te verdrietiger is het om vandaag afscheid van jou te moeten nemen. Als vader en als opa was je altijd zo trots op ons. Als jij iets idealistisch zei, zoals een aantal jaar geleden, vanaf nu ga ik alleen nog maar leuke dingen doen, dan dacht ik wel eens, dat zal wel pa. Maar jij hebt me laten zien dat het dunne lijntje tussen pessimisme en realisme, aan de andere kant tussen optimisme en realisme, net zo dun is. En wat had ik nog graag veel leuke dingen met jou gedaan. Een rasoptimist en een dromer, en daar kan ieder mens nog wat van leren. Ik hoop ook dat ik maar een klein beetje van het optimisme heb meegekregen en dat ik dat, net zoals jij, kan gebruiken om de wereld een fijnere plek te maken. Ik koester alle mooie momenten die we samen hebben gehad. Hoe jij mij vroeger de kietel doodgaf voordat ik ging slapen. Hoe ik meeging naar Bosnië, die mama had verslapen voor de bus en toen alsnog met het laatste ticket voor die vlucht mee kon met het vliegtuig. Hoe we in Arezzo heel de nacht samen kletsen en Cointreau dronken. Hoe je met mijn verjaardag met mijn vrienden en mij mee de stad in ging en alles fantastisch vond. Pap, ik had je het nog zo erg gegund om zo lang te mogen genieten van je nieuwe huisje en tuin, samen met Moon. En ik zal je beloven dat wij niet in de steek laten en altijd vader zullen zijn. Ze zeggen wel eens dat ziekte het vaak op de allerbeste heeft gemunt en dat blijkt maar weer. Ik ga je zo ontzettend missen en ik hou van je. Hey pap. In oktober maakten we een tandemtocht met z'n vieren. Ter ere van je verjaardag, of van vaderdag. In ieder geval in augustus, je verjaardag. Je gaf niet veel om spullen en je maakte lieve herinneringen. En we reden route door het buitengebied. En we genoten van biertjes bij Koningshoeve, bij Mie Pieters, burgemeester Jans. En sloten natuurlijk af bij Kim's Kroeg. Een fijne en ontspannen middag samen. En jij vertelde blij en trots hoe blij je was met alles. En dat jullie nieuwe huisje gelukt was, jullie paleisje. En hoe je daar fijn oud ging worden met Simone. Maar ook dat je eigenlijk snel vermoeid voelde en ook niet zo fit was. Ik kon toen niet vermoeden hoe ongelooflijk snel dit allemaal kon gaan. Als kind was je de papa die altijd alles wist. Iedere hoofdstad van de wereld wist je te benoemen. En op vakantie nam je ons mee naar stadjes en kastelen, waar je in mijn ogen ook alles over kon vertellen. Je reisde naar bijzondere en exotische plekken om projecten op te starten, kwam dan met allerlei verhalen en souvenirs thuis. Hierdoor waren wij, denk ik, een van de weinige kinderen die het wisten dat de hoofdstad van Burkina Faso Ouagadougou is. Met ons speelde je, ging je mee zwemmen, kwam je kijken bij mijn rugbywedstrijden en je ging zelfs als ouder een keer mee naar Engeland op rugbytrip. We deden veel dingen als gezin, hoewel je ook vaak weg was voor vergaderingen, commissies en activiteiten, die je ook heel belangrijk vond. Als puber, nadat jij en mama uit elkaar gingen, vond ik het soms best ingewikkeld om ons contact af te stemmen. En jij en mama regelden alles gelukkig heel fijn in harmonie en met respect voor elkaar, maar vooral ook met alle oog, hoe dat voor ons als kinderen het fijnst kon lopen. En toen je hier naar Grace ontmoette en we een samengesteld gezin vormden met haar en haar kinderen erbij, voelde dat voor mij nieuw, maar fijn. De focus lag op familie en samen zijn en iedereen accepteerde elkaar. Voor mij achteraf een waardevolle fase in mijn leven. Uiteindelijk zijn jullie gescheiden en ontmoette je Simone, op wie je stapelgek was. En de manier waarop jullie alles konden delen, samen konden feesten. En genoten, echte levensgenieters. Ik vond het geweldig jullie zo gelukkig te zien. Ook was het heel fijn om als kind van gescheiden ouders te zien dat je vader en moeder ieder met hun eigen nieuwe partners samen afspreken en lief en leed kunnen delen en ook met elkaar nog steeds de verbinding kunnen blijven vinden. Ik ben daar heel dankbaar voor. Je was eigenlijk geïnteresseerd in alles wat ik allemaal deed. Je was trots op alle restaurants waar ik in de keuken heb gestaan. Maar ook toen ik in de zorg ging werken was je geïnteresseerd en betrokken. Als we wel eens de stad in gingen, kende iedereen jou. En jij stelde me wel altijd heel erg trots voor als jouw zoon en al die mensen. Voor jou was het hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dat maakte je ook waar. Zoals een aantal jaar geleden toen we met kerst met het gezin bij je aankwamen. En bleek dat er trouwens ook nog 4 Bosnische gasten uitgenodigd waren. Want dat was toch mooi. Ja. Je was een rasoptimist. Geen stress en alles komt goed. Ik vergeet nooit meer dat je destijds met enige moeite je huis had verkocht.
En dat je binnen 6 weken de sleutel in moest leveren. En toen ik vroeg waar je dan nou ging wonen, zei je, ja, ik geen idee. Eerst maar eens even 2 weken naar Bosnië. En als we terugkomen, kijken we wel weer. 3 weken later kreeg je de sleutel van een fantastisch leuk huisje in de tuin van de burgerij. En had je het weer geregeld. Je dacht altijd out of the box en wilde mensen dingen bijbrengen. Ik denk daarbij altijd aan je geweldige anekdote. Hoe je als jonge leraar een boete kreeg voor geen licht te hebben op je fiets. Deze expres niet betaalde, waardoor je uiteindelijk moest voorkomen bij de rechtbank. Dit vond je geweldig, want dan kon je jouw hele klas meenemen en een rechtbank van binnen laten zien. En kon je ze van dichtbij een zitting laten bijwonen. Vond de rechter ook mooi, want volgens eigen zeggen hoefde je de boete niet meer te betalen. Al deze voorbeelden sluiten aan bij wat je mij geleerd hebt. Geniet nu, plan niet te veel vooruit, spaar niet alles op, maar doe nu waar je blij van wordt. Ben open, tolerant en nieuwsgierig naar de ander, zeker als diegene anders is dan jij. Niets is onmogelijk en alles kan je bereiken. Vanuit die gedachte en met jouw adviezen koos ik op mijn 12e voor de muzische afdeling op het Willem II, omdat ik toen muzikant wilde worden. En koos ik pas geleden voor het kopen van een huis in Zundert met een mooie tuin. Toen Lode 1 jaar werd, was je al behoorlijk ziek. Maar je was toch vastberaden om te komen, ook al wonen we nu dus in Zundert. Het is sprekend dat je 's middags wakker bleef, tot de pakketbezorger kwam. Terwijl je eigenlijk je rust keihard nodig had. Maar je wilde per se Lode's cadeautje in ontvangst kunnen nemen, zodat je dat 's middags aan hem kon geven. En ook al kon je er niet lang zijn, je hebt wel de reis speciaal afgelegd. Het opa'schap was een nieuwe rol die je vervulde met verven. En je werd heel liefelijk en klein, afgestemd in contact met de kleintjes. Je nam alle tijd. Er komt een muisje aangekropen, was je favoriete spelletje. En Lode vond dat geweldig. En je hebt ook. Pap, ik ga je missen. Je zei altijd dat je de leukste baan van de wereld hebt. Ik ben de baas van Tilburg en ik mag dingen bepalen voor de stad. Je vicevoorzitterschap was een kers op de taart. Je wilde niet gaan. Zelfs op het laatste moment, toen de dokters hadden uitgelegd dat het een lastig verhaal zou worden, bleef je positief en strijdbaar en vroeg je optimistisch. Nou jongens, hoe gaan we het doen? Het vult me met trots dat ik hier nu sta, in de raadzaal, jouw plek en jouw stad, om over jou te praten. Alle lieve berichten, artikelen en complimenten doen goed, vervullen mij met liefde en warmte. Ik krijg van vrienden en bekenden die jou niet kennen te horen dat ze dingen uit alle verschillende artikelen ook in mij herkennen. Dat maakt me trots, pap. Die had het allemaal prachtig gevonden. Tot later, ik hou van jou. I know you're gone, I know you're gone, but I don't feel what I know. I know you're gone, I know you're gone, but my mind ain't in control. 'Cause it's my heart that's been missing you, and it's the heart I need to listen to. And it's been singing songs for tender dreams, the ones you sang to help us sleep. And one day I will sing those songs, sing them till they sleep, just like you sang to me. Just like you sang to me. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms I feel safe, in your arms I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms I feel safe, in your arms. Miss you so, I miss you so. And I'll miss you till I'm old. I miss you so, I miss you so. My fears will fade, I know. 'Cause it's my heart that you helped to build. Love is my comfort still, yeah. Love will fill the holes I got. 'Cause you will never hold me, but I know that you are with me. I know that you're at peace. 'Cause you let us sing you to sleep.
let us sing your heart to sleep. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms, I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms, I feel safe. In your arms, I feel safe. I know that you are with me, and I know that you're at peace, 'cause you let us sing your soul, your mind and heart to sleep. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms I feel safe. In your arms I feel safe. From the day that I met you, I stopped feeling afraid. In your arms. So I miss you so, and I miss you till I'm old. Jan geloofde er echt in dat hij beter zou worden. Maar toen hij wist dat het echt mis was, zei hij letterlijk tegen jullie: ik vind het net zo kut als jullie. Evi, Roel en Daan, ik ben blij dat dat nummer tussen zat, want ik voelde hem in mijn keel. Wat overblijft voor jullie zijn de foto's en de herinneringen. En wat mogen jullie enorm, enorm trots zijn op hoe jullie vader in het leven stond en op wie hij was. Dank jullie wel dat jullie ons hebben meegenomen in jullie eigen intieme herinneringen. Jan, zijn werkleven was naast leerkracht al ruim 30 jaar. En zijn werk waar hij van hield aan een schakelcollege, was hij ook helemaal in zijn element hier thuis in zijn werk in deze raadzaal. Als raadslid en als vervangend voorzitter van de raad. En voor dat deel van het verhaal van Jan neemt burgemeester Weterings, de vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, en namens de stad het woord. En aansluitend zal Sylvia Spinnewijn, fractievoorzitter van de D66... en lid van zijn politieke familie, dat ook doen. Ik geef graag het woord aan onze burgemeester. Dinsdag 26 maart. Vroeg in de ochtend telefonisch contact met de griffier. De tijd staat even stil. Jan is overleden. Onze Jan is niet meer. Diep bedroefd leg ik mijn telefoon aan de kant. Het afscheid is te snel gekomen. Lieve Simone, Evi, Roel en Daan, Anne, familie, vrienden en collega's. Nu, een week later, zijn we hier in de raadzaal van Tilburg. Normaliter een plek van debat. Nu een plek van serene rust. Als vanzelf wordt onze blik getrokken naar zijn plek. Naar zijn plek. We zien hem daar zitten. Open blik. Ondeugende twinkeling in de ogen. Of Jan op de voorzittersstoel. Met keten om, dezelfde open blik, klaar om een vergadering te leiden. Dat deed hij op zijn geheel eigen wijze. Rustig en doordacht, met humor en geestdrift. Op de bal, nooit op de persoon, vrijwel altijd eindigend met een kwinkslag.
Jans politieke ervaring, kennis en kunde maakte hij dat hij de kern van een debat in een notendop kon samenvatten. Kenmerkend was zijn terugblik bij de begrotingsbehandeling, met daarin de belangrijkste momenten van die dagen en de o zo kenmerkende humoristische stijl van Jan. Haast iconisch. Onze begrotingsbehandelingen zullen nooit meer hetzelfde zijn. Beste mensen, oprecht begaan met zijn medemens, levensgenieter, strijder tegen onrecht. Dat zijn de rode draden in het leven van Jan. Kansengelijkheid. Er zijn voor mensen die het minder goed hebben dan hij zelf. Dat was zijn intrinsieke motivatie. Niet voor niets was Jan een gepassioneerd leraar op het ROC. Speelde hij een grote rol bij de redding van buurthuis De Boomtak. En was hij directeur van Portagora. De afgelopen dagen hebben we ook hier in het stadhuis hartverwarmende verhalen en anekdotes gedeeld. Een van die verhalen gaat over Jans betrokkenheid bij de Balkan. Typisch Jan was dat hij alle Bosnische kinderen van de Westhoeve bij elkaar bracht. Samen in één klaslokaal om naar de ondertekening van het verdrag van Dayton te kijken. Het verdrag dat in 1995 een einde maakte aan de oorlog in Bosnië. En vanochtend kwam ik in een overleg in Den Haag Jan Hamming tegen. En ja, opnieuw een verhaal over Bosnië. In de jaren nul van deze eeuw had Jan het initiatief genomen om een dorp een aansluiting te geven op de waterleiding. En ja, dat lukte Jan door iedereen te motiveren hier in het stadhuis bij de TWM. En zo was er weer een verhaal van een periode waar Jan zich inzette voor de goede zaak op de Balkan. En tot in de jaren 2016, 2017 heeft Jan nog projecten mee opgezet rondom Srebrenica. Een van de anekdotes hier uit het stadhuis ging over de eerste karaoke kerstborrel. Jan was niet weg te slaan bij de microfoon. En hij zei zelf dat het qua sfeer en gezelligheid het leukste was dat hij ooit met de raad had gedaan. Beste mensen, Tilburgers, Jan had ook een groot cultureel hart. Was een echte cultuurambassadeur. Hij was als geen ander betrokken bij culturele ondernemers in onze stad. Aanstormend jong talent en ook zeker de meer gevestigde namen, hij kende ze allemaal en zij kenden hem. Jan was een vurig pleitbezorger voor meer culturele hotspots in onze stad van makers. Hij heeft er met passie en overtuiging voor gepleit dat de spoorzone zijn ruwe en rauwe kanten zou behouden. En dat de Piershaven ook een cultureel programma moest krijgen. Jan was een levensgenieter. Ook in zijn raadswerk kwam dat tot uitdrukking. Zo zette Jan zich nog recentelijk in voor het behoud van de Bruine Kroeg. Met Kim's Kroeg, ook wel bekend als Café de Plaats, zijn stamkroeg waar hij een graag geziene gast was, wist hij ook op dit dossier waar hij het over had. Over verbinding tussen mensen, over makkelijk contact leggen, over een plek waar iedereen zichzelf kan zijn. En zeker ook over behoud van een stukje geschiedenis en identiteit. Als geboren en getogen Tilburger heeft hij vele veranderingen in Tilburg gezien. Als raadslid en betrokken inwoner heeft hij veel van deze veranderingen mede mogelijk gemaakt. Altijd met onze inwoners in zijn gedachten. Hij had het beste voor Tilburg en de Tilburgers. Beste Jan, wat ga ik je missen? Wat gaan wij allen je missen? Je wijsheid, jouw kijk op de wereld. Het gemak waarmee je contact legde en verbond. De fijne gesprekspartner die je was. Het klankbord dat je voor velen en ook voor mij was. Dank voor alles. Rust zacht.
Geachte voorzitter. Lieve Jan. Lieve Simone. Lieve familie. Vrienden van Jan. Hier staan we dan in de zaal waar wij als fractie en als raad de afgelopen jaren zoveel tijd met Jan hebben doorgebracht. Vandaag alleen geen politiek betoog, maar een eerbetoon aan jou, Jan, omdat je zoveel voor ons hebt betekend. Jan was volledig zichzelf, een man zonder pretenties of ego, zachtaardig, hartelijk en oprecht. Altijd begaan met de ander. Een levensgenieter. Een man van de stad. Een man van ons allemaal. De afgelopen dagen hebben we al vele indrukwekkende verhalen mogen horen en lezen over hem. Maar het waren niet alleen woorden. Jan liet dit alles vooral ook zien en voelen. En tegelijkertijd was Jan soms moeilijk te peilen. Enigszins ongrijpbaar. En bovendien ook bij ons regelmatig te laat. En lichtelijk chaotisch. Gek genoeg kwam hij daar met zijn charme en zijn grote betrokkenheid altijd mee weg. En liep het op zijn Jans ook altijd goed af. En bij Jan draaide het inderdaad nooit om hemzelf. Altijd om die ander. Zelfs aan zijn ziekbed gingen de gesprekken niet lang over wat hem overkwam. Maar had je het binnen no time over je eigen huistuin en keuken perikelen? Had je nog een hockeywedstrijd gewonnen of verloren? En hoe ging dat eigenlijk in de fractie? Tijdens vergaderingen viel dat ook op. In de raadzaal zat Jan vooraan, met Julian, Beppie of ik aan zijn zijde. En Jan fluisterde ons dikwijls een positief woordje toe. Als hij vond dat iemand weer eens iets goed had gedaan of gezegd. Zelfs als dit onze grootste politieke tegenpol betrof. Overigens, als er iets teruggefluisterd werd, moest het bijna altijd wat harder herhaald worden. Want Jan leek wat doof aan die linkerkant. En dat leidde dan soms weer tot een geïrriteerde blik bij onze burgemeester. Hoewel Jan echt een politiek figuur was, hebben wij allemaal wel eens getwijfeld of hij wel een echte D66'er was. Hij had natuurlijk ook al een periode erop zitten als PvdA'er, voordat hij het echte politieke licht zag. En hij was misschien wel onze meest sociale liberaal. Maar in al die jaren is hij niet één keer meegeweest naar een landelijk D66-congres. Jan vond Tilburg veel belangrijker. En hij liet dat altijd voorgaan. Jan was ook onze opperverbinder. Zijn droom was om nog eens burgemeester te worden van een kleine gemeenschap. Het liefst ergens bij zee, want Jan had iets met water. Ook in Tilburg. Daar was hij onze Mr. Piershaven. Hij bezocht hem ook vaak, woont er nu dichtbij. Maar die Piershaven die had hij ook het liefst doorgetrokken gezien, over de Koopvaardijstraat, naar de Cityring. Niet om er een parkring van te maken, wat we nu aan het doen zijn, maar een echte Tilburgse grachtengordel. Jan vond ons de leukste fractie ooit, vertelde hij regelmatig. Ik kan niet uitsluiten dat Jan dit waarschijnlijk tegen iedere fractie zei, maar het gaf ons wel een goed gevoel. Hij was er sowieso trots op dat hij deze periode opnieuw lid mocht worden van onze fractie. En in campagnetijd drukte hij een stevige stempel op de sfeer, onder meer door Kim's Kroeg te regelen als campagnepand. Niet per se een D66-nest. Wel een A-locatie aan het Piersplein en in die laatste week een ware huiskamer voor ons als campagneteam. Een echte Jan-kroeg ook, met Jan-vrienden. Kleurrijk, warm, gastvrij en o zo goed voor het teamgevoel. Memorabel waren de Oekraïne-veiling en ook bij ons de karaokeavond, waarbij Jan met zijn vertolking van Het Dorp een flinke dosis meer muzikaliteit bleek te hebben dan menig andere D66'er. En sowieso was Jan een echte campagnetijger. Van weddenschappen hield hij ook. Die vorige campagne in 2018 sloot het team af in het restaurant dat Jan ook had geregeld. Uiteraard Collectivo.
En in de weddenschap over hoeveel zetels we uiteindelijk zouden halen, was hij heel stellig. Het werd ook goed onderbouwd. Het werden er 9, net zoveel als er biertjes in een meter bier zaten. Jan kreeg gelijk. En dat hebben we nog vaak mogen horen. Voor ons was Jan de Nestor in de huidige fractie. Hij wist veel, wilde altijd helpen en was steeds van de partij, maar niet per se op de voorgrond. Hij kon genieten van het enthousiasme van startende raadsleden. En als de nieuwelingen met hem op stap gingen, dan vertelde hij 100 uit over zijn ervaringen. Hij introduceerde je in zijn enorme netwerk. Jan kende echt heel Tilburg en liet vervolgens alle ruimte aan jou om het woord te voeren. Ook heeft Jan sommige van ons leren de biljarten. Al vermoed ik dat wij hier niet echt talent voor hebben. Maar ondanks dat we er niks van bakten, Jan kon je toch weer het gevoel geven dat je ontzettend goed bezig was. En dat biljarten gebeurde natuurlijk in Bruin Café de Troubadour. En dat is uiteraard geen toeval. Jan droeg die cultuur van het Bruine Café inderdaad een warm hart toe. Zowel als frequent bezoeker, maar ook professioneel hier in de raad. En dat initiatief om die Bruine Kroeg in Tilburg te behouden is ook niet voor niks een van zijn laatste wapenfeiten. De afgelopen tijd had ik regelmatig contact met Jan. We appten, we zagen elkaar in het ziekenhuis of gewoon even bij de koffie bij hem thuis. En hoe vaak hij in die periode ook een tegenslag te verwerken kreeg, stevast was zijn overtuiging dat het daarna wel weer beter zou gaan. Dat hij weer naar huis zou gaan en dat hij later gewoon weer met ons hier in het stadhuis samen zou zijn. Zelfs begin deze maand, toen zijn plek, het was wel tijdelijk, ingenomen zou worden door Jos, volgde hij, betrokken als hij bleef, vanuit zijn ziekenhuisbed de livestream van de raadsvergadering. Een van de weinige kijkers, denk ik, overigens. Wel werden zijn dromen kleiner en intiemer. Voor hem geen burgemeesterspost meer. Als hij beter was, wilde hij samen met Simone genieten van het leven. In een warm Spaans oord of in de tuin van hun nieuwe huis. Maar nog altijd was binnen die toekomst plaats voor zijn plek hier, bij ons in de raadzaal. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Normaal sluit een voorzitter in deze zaal af met de vraag aan de raad. Welk vervolg willen we geven aan deze bijeenkomst? Lieve Jan, het vervolg dat wij zouden willen zien is helaas niet meer mogelijk. Wat had ik je graag hier teruggezien? In plaats daarvan nemen we afscheid. Ik geloof dat bij ons afscheid niet zozeer telt wat je meeneemt, maar wat jij hier achterlaat in deze zaal. En dat is namelijk een krachtige boodschap. Eentje van verbinding. Van goed doen voor de stad. En van lief zijn voor elkaar. Je bent voor ons daarin een groot voorbeeld. En ik beloof je dat we allemaal ontzettend ons best zullen doen om jouw voorbeeld te blijven volgen. Dankjewel, voorzitter. Dankjewel en tot ziens, vriend. Alles is veranderd, alles is hetzelfde, alles is kapot, alles doet het nog, alles staat stil, alles gaat door, alles heen, er is niets meer dat ik zeker weet. Waar ik overliep. Er konden wolken vol zorgen zijn. Uiteindelijk dreven ze toch voorbij. Ik ben op zoek naar de rode draad. Iets waar.
maakt. Ik wil weer zien zoals ik zag toen ik jou nog had. Want alles is grijs. Grijs. Alles heeft een datum, alles is oneindig. Alles is alles behalve te rijmen met dat jij niet meer bij me bent. Want ik kan de zon wel zien, maar ik voel de warmte niet. Ik ondersliep, groen was het gras waar ik overliep. Er konden wolken vol zorgen zijn, uiteindelijk dreven ze toch voorbij. Ik ben op zoek naar de rode draad, iets wat het allemaal logisch maakt. Ik wil weer zien zoals ik zag toen ik jou nog had, want alles is vol van leegte. Dank u wel, burgemeester, voor uw mooie woorden. Dank je wel, lieve Sylvia. Dank je wel, D66-fractie, voor jullie liefde aan Jan. Ik zou graag met jullie een motie van liefde willen indienen voor Jan. Want die man heeft zoveel liefde gegeven. Ook aan zijn lieve Simone. En namens haar, lieve mensen, draag ik de volgende brief aan Jan voor. Lieve Jan. Ik kan het door verdriet niet opbrengen om zelf te spreken, maar doe het middels deze laatste brief aan jou. Het voelt vreemd om deze woorden te schrijven, wetende dat dit een brief is aan jou nu je er niet meer bent. Mijn hart huilt bij de gedachte aan een leven zonder jou aan mijn zijde. Waar moet ik beginnen? Wat zal het voortaan stil zijn in ons huis? En wat mis ik jou enorm? Hoe moet ik verder? Mijn grote liefde, mijn maatje voor het leven. Ineens ben je niet meer en dat is op zijn zacht gezegd niet te bevatten. Ons huis, waar we zo trots op waren. Het huis waar we onze oude dag zouden doorbrengen, samen met iedereen om ons heen. Ik denk terug aan de dag dat ik jou voor het eerst zag, ruim 10 jaar geleden. 5 mei aanstaande zou het precies 10 jaar zijn. Wij zagen elkaar voor het allereerst bij extase. En het was geen liefde op het eerste gezicht. Maar steeds als we elkaar weer ergens ontmoeten, dan trokken we naar elkaar toe en begonnen onze gesprekken.
Wat me aan jou integreerde was dat jij gewoon normaal was. En daarom, Jan, viel ik als een blok voor jou. Jij was een zorgzame man, gaf veel liefde en ik kreeg er een nieuwe familie bij. Jij was iemand die zijn eigen pad volgde en mensen hielp daar waar hij kon. We hebben mooie reizen samen mogen maken. Jouw liefde voor andere culturen liep als een rode draad door jouw leven. Ik kreeg een kijk in jouw wereld, in jouw netwerk, in jouw Tilburg, waar jij zoveel van hield. Op 8 juli 2022 zeiden wij ja tegen elkaar als partners en hebben wij een mooie onvergetelijke dag gehad met alle mensen die we lief hebben. Die herinneringen zal ik nooit vergeten. Lieve Jan, je hebt mij nooit meer losgelaten en ik jou ook niet. De liefde naar de mensen die jij lief had in het leven staan in mijn geheugen gegrift. Jouw kinderen, jouw kleinkinderen, je broers, zussen, alle mensen om jou heen. Ik mocht daar een onderdeel van zijn. Je staat bekend als een positief ingestelde man en je was een leider. Je hielp graag jouw medemens en je was nieuwsgierig in de wereld om jou heen. Ik ga alles aan jou missen. Zelfs dat belachelijk hard niezen waar ik soms een hartwip van kreeg. Maar dan slaat het noodlot toe. Als jij in november ziek wordt. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Het is allemaal als een film aan mij voorbij gegaan. Een enorm slechte film. Want zo moest het einde niet aflopen. Je werd ziek. Maar ook nu bleef jij positief. Toen er 4 doktoren in jouw kamer stonden, zei jij: jullie kijken me aan alsof ik morgen doodga. Ze kwamen jou vertellen dat de behandelingen zou stoppen. En daar strok je van. En je stelde toch wel weer direct de vraag: hoe lang heb ik nog? Maar jouw lichaam was op, lieve Jan. In het bijzijn van de kinderen en ikzelf blies jij op 26 maart jongsleden je laatste adem uit. Mijn maatje, hoe moet ik verder zonder jou? De liefde die ik voor jou voel zal niet sterven, Jan. Ik zal mijn best doen om er samen met iedereen nog iets moois van te maken in het leven. Maar helaas moet ik je nu definitief loslaten. Maar vergeten zal ik jou nooit. Jij zal altijd in mijn hart blijven. Mijn lieve Jan, bedankt voor de mooie jaren samen. Ik had er graag nog heel veel aan bij willen plakken. Dank voor de liefde aan mij en iedereen om jou heen. Dank dat je mijn maatje was. En waar je ook bent, bewaar een plaatje voor mij. Mijn hart is gebroken, want ik ben mijn allerbeste maatje kwijt. Ik hou voor altijd van jou. Lieve Jan, een dikke kus en een tot weerzien. Veel liefs van jou, Simone. Ik vraag Bon Trio naar voren te komen om speciaal voor Jan live Ciao Bella Ciao voor ons op te voeren.
Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fio. E le genti mi passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno con bel fiore. A questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. A questo fiore da partigiano, porto per la libertà. A questo fiore da partigiano, porto per la libertà. Mamma. Lieve Simona, dit was jullie nummer samen. Ik hoop dat jij de herinnering in je hart bewaart. En ik wens je ongelooflijk veel kracht toe. Jan wilde leven, want doodgaan stond niet op zijn agenda. En zijn positiviteit heeft hij tot zijn laatste adem volgehouden. En ik ga niet zeggen dat hij heeft gestreden, want dat zou suggereren dat hij niet heeft gestreden of hard gevochten heeft. Hij heeft werkelijk waar alles gegeven wat hij kon. Alles. Maar Jan, je laat heel veel verdriet achter. En we weten dat jij ook verdrietig bent. Verdrietig om alles wat je achterlaat. En daarom draag ik namens Jan het volgende gedicht Denk aan mij op aan jullie. En jullie in het bijzonder. Als je de maan langzaam op ziet komen en je de wind zachtjes langs je huid voelt gaan. En als de nacht begint en het donker wordt, dan steek ik 100.000 sterren voor jullie aan. Droom dan van alles wat we samen deden, die momenten zorgeloos intens. Ik wilde zo graag blijven leven, maar dat bleef een onvervulde wens. Als je de zon langzaam op ziet komen en je haar stralen langs je huid voelt gaan, en als de morgen komt en je wakker wordt, laat ik alle bloemen voor jullie opengaan. Denk dan aan alles wat we samen deden, de momenten gelukkig en compleet. Pak de foto's en herleef de dagen en beloof me dat je ze nooit vergeet. Maar als het leven weer verder gaat en de tijd de wonden hield en je de zon en de maan weer in je leven laat, omdat de tijd de tranen stilt. Weet dan dat over de grenzen van de dood de liefde ons voor altijd bindt. Dat als je me nodig hebt, je me in je hartje vindt. Geniet van alles wat we samen deden, de momenten gelukkig en compleet. Vanaf de regenboog kan ik naar jullie kijken. En ik beloof dat ik jullie nooit vergeet. Jan had altijd wel een reden om te proosten. En als hij er niet was, dan verzon hij er wel een. Jan gaf graag een rondje. En vandaag, lieve mensen, zal hij zijn laatste rondje aan jullie allen geven.
Bij het verlaten van de ruimte ontvangt u straks een kaartje met een bonnetje voor een drankje bij Kim's Kroeg, waar we na afloop allemaal zijn uitgenodigd om te proosten op zijn leven. Wilt u alstublieft daar geen rijen gaan vormen? De familie loopt rond en waardeert uw aanwezigheid. Ze hebben het liefst dat u onder genot van een drankje Jan zijn leven viert. U wordt straks begeleid door onze gastvrouw en heren om een erehaag voor Jan te vormen. En deze haag zal onderaan de trap hier van de raadzaal starten. Daarna wordt Jan naar buiten geleid door Charlotte van Dela en ikzelf, gevolgd door zijn familie. Maar eerst ga ik afsluiten. Namens de familie van Jan wil ik iedereen danken voor alle liefde en steun die zij in de afgelopen weken mochten ontvangen. Dank aan alle betrokkenen die hier vandaag dit mogelijk hebben gemaakt. Dank aan de gemeente Tilburg. Dank aan de stad Tilburg, zijn stad. De familie heeft dit meer dan gewaardeerd. Houdt u alsjeblieft naar de familie ook na vandaag in uw gedachten. Want ze zullen uw steun hard nodig hebben de komende periode. Want aan rouwen zit geen begin- of eindperiode. Lieve dierbare collega's, vrienden van Jan, wanneer we terugkijken op ons leven en momenten zoals deze, realiseren we ons echt wel dat het niet gaat om geld, status of macht, maar om liefde en om verbinding. Zoveel meer betekenis. Want de ware schatten van het leven zijn mensen en plaatsen en ervaringen die we hebben. Het zijn de mooie momenten vol liefde, humor en vreugde die echt tellen. En vaak, lieve mensen, hebben veel meer niet nodig. In die stille momenten van verdriet en afscheid beseffen we pas goed dat het leven een reis is. Een reis met emoties en ervaringen. En elk leven, hoe lang of kort ook, laat een uitwisbare indruk achter op degene die hem hebben mogen aanraken. Wij herinneren Jan zijn glimlach en zijn open blik. Zijn warmte, zijn vriendschappen en alles wat hij voor zijn medemens heeft gedaan. Wij als mens zeggen heel vaak, je leeft maar één keer. Maar dat klopt niet. We leven iedere dag en we gaan maar één keer dood. Lieve Jan, mijn laatste woorden zijn voor jou. Rust zacht, Jan, en dank je wel voor wie je was en wat je voor ons allen hebt betekend. Ik weet niet wat er na de dood is, maar ik wens je vrede toe. En ik hoop dat jij geen pijn meer hebt. Dat de geliefden die jou zijn voorgegaan, je weer zult zien. Want jouw dood is wellicht het einde van een te kort leven, maar wel een mooi leven. Ik hoop dat waar jij nu bent, ontzettend veel bier is. Wij gaan op jouw leven proosten. En de eerste krijg jij van ons. Oeh, ik heb niet geschud. Lieve Jan, wij gaan niet verder zonder jou. Maar dood ben je pas als wij jou zouden vergeten. En dat zullen we nooit doen. Proost. Houd een mooi mens en bedankt. Del rey David para el Señor, pero a ti los salmos no te gustan. Hay tanta luz en su voz como el dolor más atroz, y en este roto y santo, aleluya.
mostró en todo su esplendor. A Bathsheba bañándose desnuda. Y a través de esa mujer, el rey David no supo ver. Todo en él era aleluya. Existe un Dios, pero lo que me enseñó el amor es a disparar a quien me apunta. No es esto una canción triunfal, ni el grito de un triste final, sino un frío y solitario. Aleluya.